Yo mensen, Jarask hier en welkom bij aflevering nummer 40 van natuurlijk de serie Road to Life 25 MOWAPs. In deze serie probeer ik zo min mogelijk potjes 25 MOWAPs te halen. Tussenstand op dit moment 39 potjes gespeeld, 19 MOWAPs gehaald. Dus we moeten er nog 6 in totaal, dan hebben we de serie natuurlijk voltooid. We spelen vandaag Team Defender op de map Arcade en ik pak me CM901 denk ik bij. Want ik speelde vorige keer met het wapen, dus zei ik, hij heeft veel te veel risico, kut wapen. Toen zeiden mensen, Jan je moet proberen om er... Oh, er zitten allemaal Jaras in, holy shit. Je moet proberen om er een red dot site op te zetten. Dus ik heb een red dot site op staan. Ik hoop dat dat beter gaat. Firework Boy is een Yara. Vesk Virus is een Yara. XVZG is een Yara. Hallo jongens. Ik ben aan het opnemen. Dus mijn microfoon die zit er niet in. En daar is camper nummer 1. Althans, hij is niet aan het campen. Hij spant daar. Dus dan gaat hij natuurlijk daarachter staan. Dat is logisch. En oeh, de recoil is nog hoger hoor. Ik heb nu heel leuk naar jullie geluisterd om de red dot site op te zetten. Maar de recoil is nog... Best wel hoog, jongens. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon kijken of we de mob ermee kunnen halen, man. Het is goed opletten meteen hier al aan het begin. Teammates pakken zo te zien wel de vlag op. Wat ik daar nou van moet denken, werkt geen flauw idee, maar... Dat is niet zo heel erg chill. En dan blijf hier even boven staan. Ik wil niet te lang blijven staan, want dan ga ik namelijk dood. Maar ik wilde wel eventjes blijven staan. Totdat ik weet waar ze allemaal precies spannen. Want kijk, dit soort shit... Oh, er zit volgens mij een hacker in, of niet? Huh? Ik kreeg een hitmarker op iemand, maar ik zag helemaal niemand. Als er een hacker in zit, dan ben ik meteen weg. En dan joinen we wel weer een nieuw lobbytje. Want dat is natuurlijk niet chill als dat gebeurt. Maar goed, dat weten we nog niet. Ik denk eerlijk gezegd niet dat er een hacker in zat. Ik denk dat ik gewoon random hitmarkers kreeg ofzo. Ik weet niet wat er gebeurde. In ieder geval, ik schoot op iemand. En daarna werd ik gekilled. En we gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Hij zit daarachter. Oeh, mooie kill. Heb je hem nou? Zo, kijk de recoil van dit wapen. Ik ga mijn MP9 erbij pakken. Sorry jongens, maar de recoil vind ik toch echt iets te... What the fuck? What the fuck? Die vent die wilde niet dood. Hij ligt daar in dat fucking kamertje. En nu is hij dood, ja. Nu is hij dood. Als ik dood ben, gaat hij dood. Lekker, jongens. Nee, die de vlag pakken. Kut. Jarask heeft de vlag in zijn handen. We gaan er gewoon op afrennen. Fuck dit. Jarask heeft de vlag, hier gaan we. En een mis. Ja, ik ben meteen dood. Precies, ze schieten. Als je de vlag hebt, gaan ze gewoon random schieten. En dan ga je gewoon meteen dood. Dat kan niks meer met die vlag in je handen. 7 kills hebben. We moeten de mol droppen, jongens. Ik ben aan het nadenken, want deze enemies gaan allemaal naar de vlag toe. Dus als wij... Wajo. Wat een kutwapen, holy fucking scheid. Daarnaast me. Dit is echt een kut ding, ouwe. Ik kan er alles over zeggen, maar dit ding dat schiet niet lekker. We moeten even... Oh kut, er komt er een. Ze hebben overal smokes ook heet, neergegooid, man, deze enemies. Ik probeer... Als ik de backrip lukt het niet, want dan spannen ze nog steeds naast me namelijk. Als ik hier blijf staan werkt het ook niet, want dan ga ik campen en dan telt hij niet mee. Ik ben proberen iets te verzinnen voor deze enemies, want ze spelen namelijk echt scheidkut gewoon. Mijn teammates die blijven bij de vlag in de buurt, zoals je kan zien. Kijk maar op mijn minimap. En mijn team, dus waar ik in zit, die blijven ook allemaal bij de vlag in de buurt. En ik kan er onmogelijk op afrennen, wat gewoon veel te druk is. Dus de vlag die ligt... Ah, kut, sorry. Het gaat hier nooit goed komen. Er zit hier nog één achter die pilaar, man. Nog één. Die, geluk... Oh shit, Predator. Ah! Dank je. Zo. Dit is één moeilijk potje om de mol op in te droppen, jongen. Kijk maar op die minimap. Iedereen staat bij die vlag. Ieder fucking één. Allemaal. En als je erop afrent, ga je natuurlijk ook weer dood. Dat er dan te veel man voor je staan. Dus het is eigenlijk onmogelijk om hier in de mol te halen. Dat je de hele tijd gewoon 6 mensen voor je hebt staan. En kan nooit 6 man in één keer killen met 1 ammo. Dat is gewoon onmogelijk. Kut, ze zitten nu weer in mijn rug. Shit, en hier staat er ook nog één. Kan jij die... Oké, die pak je dus niet. Dan pak ik hem wel. Oké, 6 kills die ik heb op dit moment. Nu moeten we dit door blijven zetten, man. Waarom gooi ik die nade nou weer? Dat was niet de bedoeling. Ik wou gewoon schieten. Ah, oh, is nog een kill ermee. Ik vind het goed. Dankjewel, specialist bonus. Dan hebben we ook marksman erbij. Dan zien we ze als we gewoon ingezoomd gaan lopen. Dus weg hier. Niet in mijn rug spannen, alsjeblieft. Wel voor me spannen, dat vind ik goed. Nog een hitmarker ook. Let's go, mooi double kill. Oké, nu gaat hij lekker. Teammates zit nog steeds te campen. Ik blijf hier zitten, want ik weet niet waar ze spannen namelijk. Dus ik blijf hier even wachten. Teammates zet allemaal semtunners neer. Kijk, uit stunners ook, jongens. Maar die stunners zijn van mijn... Kut camper. Die stuns die zijn van mijn teammates, maar ook van de enemies. Daar waren we bijna dood. Achteruit. Rustig. Ik heb hitmarkers. Je ziet ze op de minimap nu, jongens.
Dan moeten jullie wel raar zien. In onze rug. Komen ze aan zo meteen. Wachten. Ze komen hier sowieso aan. Ik ga expres wachten. Kut, ze komen in onze andere rug. Hier. Oh, die zit met een claymore te campen, onze teammate. Hey, lekker teammate. Ga zo door, man. Heeft die een claymore daar staan? Oh, shit. Oh my god, we zijn bijna dood. Holy shit, ouwe. Ik zeg, het is hier veel te druk. Ik ga op dat fucking prullenbakje staan, dan. Dus even vieze spot waar ik nu sta, man. Als je hem nog niet kent, alsjeblieft. Als we bijvoorbeeld de avalog aan het pakken zijn, dan kan je gewoon hier opspringen. En dan kan je natuurlijk gewoon de kills oppakken. Dus dat is echt één heel mooi spotje. Dus voor de mensen die hem nog niet kennen, alsjeblieft. Hebben jullie weer wat geleerd. Ik kan er niet op af, ze spannen daar nog steeds allemaal, jongen. Het enige wat ik nu kan doen is assist ontvangen en meer niet. Niemand houdt ook de rug in de gaten, jongen. Dat bedoel ik, niemand houdt de rug in de gaten. Ze hebben ook deadman's hands, shit. Dit wapen is leeg, man. Ik heb alleen nog mijn MP9. Ik ga proberen om te lopen. Ik moet wel nu. Ik moet proberen om te lopen, man. Anders is er niet meer genoeg tijd namelijk om... Sorry, maat. Met jou hoorde ik. Dat is nou jammer voor jou. Ik moet doorrennen. Als ze in mijn rug spannen, ben ik de lul. Alsjeblieft, blijf voor me spannen. Niet in mijn rug spannen. Ik heb bijna de MOAB. Bijna. Oh, nee! Hoeveel streaks dat? Hebben we iemand het bijgehouden of niet? Hoeveel fucking streaks? Oh, shit. Er spande er nog eentje achter me, man. Die had ik even niet... Ja, nu zit hij daar. Die had ik even niet zien aankomen. Dat er iemand nog in mijn rug spande. Oh, bijna. Hoeveel... Heb iemand het bijgehouden? Volgens mij zat ik op 22 of 20. Eén van de twee. 22 of 20 of 21 of zo. Want ik had ook allemaal assistjes gekregen. Dus ik zat echt heel erg dichtbij. Met al die assistjes erbij had ik heel veel kills. Want ik had echt heel... Oh, triple kill. Nice. Ik had namelijk echt heel veel assist ontvangen in dit kleine, korte tijdje. Jammer man. Ik pak nu de vlaggen, want de pak zit er toch eigenlijk zo goed als op. Dus kan je net zo goed natuurlijk even het potje afmaken, maar ja, dan ga ik meteen weer dood. Als je die vlag in je handen hebt, kan je niks doen, man. Iedereen ziet je staan natuurlijk. Pak de vlag maar op, jongens. Wel echt een lekker potje neergezet, dat sowieso. Helaas de mob natuurlijk niet gehaald, bijna. Maar dat kan natuurlijk gebeuren dat je op dit soort manieren doodgaat. Het was gewoon een mooie kill van die gozer. Dus het is jammer dat we dood zijn gegaan, als eens wat ik kan zeggen. Volgende keer beter, hè? Ga die portemonnee neer, want ze komen hier namelijk. Teammate, heb je hem nou? Oh, teammate, die spreekt nog gewoon helemaal vol, joh. Die heeft 100 kogels in hem geknald en we hebben gewonnen. Dankjewel. 38 achter mijn eindscore. Helaas natuurlijk de MOAB niet gehaald. Maar ja, we speelden ook best wel met een kutwapen. Misschien als we een ander wapen hadden gepakt, gewoon de ACR. Hadden we wel gehaald, maar natuurlijk wil ik niet altijd hetzelfde wapen gebruiken. Messen. Als jullie hebben genoten, geef me dan een duimpje omhoog. 1000 likes is natuurlijk over 2 dagen weer een nieuwe aflevering online. En intussen op dit moment 40 potjes gespeeld en 19 MOABs gehaald. En bam! Ik heb hem ook nog eens goud. Woe! Ik heb een goud. Messen, tot de volgende keer weer. Bye bye.